Het werk van leerkrachten en leerlingen is ernstig verstoord geraakt in de afgelopen dagen. In dat kader heeft minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur besloten dat vandaag de scholen gesloten bleven voor leerlingen. Tijdens een persconferentie gisteren zei de bewindsvrouw dat het ministerie werkt aan een langzame opstart. De examens en tentamens die voor vandaag gepland waren, werden afgelast. Dat gaat een klein beetje opschuiven, maar voor dat opschuiven heb je even tijd nodig om dat in alle rust te doen. Dat betekent dat de scholen morgen, wat de leerlingen betreft, nog niet begint, maar wel alle docenten en alle leerkrachten die gaan naar school. Er zijn meetings, er zijn voorbereidende meetings en er moet vooral gewerkt worden aan een stukje veiligheid. De poorten moeten goed dicht kunnen en het werk moet langzaam kunnen opstarten. En daar hebben we dus morgen voor nodig. Maar dinsdag zijn we full speed met de leerlingen op de scholen. Minister Leevens haalde aan dat het schema van de verschillende scholen die de afgelopen dagen verstoord is geraakt, opnieuw georganiseerd is. In Suriname zijn er 150.000 leerlingen en hun